Avond Mexico, toen Max Verstappen zijn 34e overwinning uit zijn carrière wist te pakken. Allard, neem ons weer even vertrouwd mee. Start van de wedstrijd. Het is 800 meter naar de eerste bocht. Maar Max heeft een hele goede start. Kan allebei de Mercedes achter zich houden. En door de slipstream komt Sergio Perez toch in de aanval bij Lewis Hamilton en George Russell. Dan gaat het eigenlijk wonderbaarlijk goed in de eerste bocht. Dan is het Hamilton die heel slim aan de kant zit waar George Russell niet zit. En die schuift door naar de tweede positie. Ricciardo rijdt de wedstrijd van het jaar, wat hem betreft. Maar doet toch een klein beetje klunzige actie hier met Yuki Tsunoda. Zet zijn auto ertussen. Uiteindelijk krijgt hij 10 seconden straf. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want hij wordt 7 en dat was hij anders ook geworden. Hamilton gaat dan in gevecht met Perez om de tweede positie. Perez komt nog wel dichtbij. Maar uiteindelijk heeft Hamilton met Mercedes de verkeerde strategie gekozen. Daardoor kunnen ze deze man, Max Verstappen, niet van zijn 34e overwinning afhouden. Ah, hij en Allard gisteren. Max ja, wat een seizoen, hè? Niet normaal. Ja, ik vind het. Mijn man die kijkt dit echt elke zondag en dan met een fanatisme dat ik denk, ja, hij is toch al kampioen? Maar goed, hij breekt dus. Ja, maar dat zijn maar het is nu, kijk, we hebben 13 overwinningen was magisch. Ja. Schumacher en Vettel hebben 13 races in een seizoen gewonnen. Vettel deed dat in 19 wedstrijden, Schumacher in 18. Hij heeft er nu 14. Wel 20 races gereden. Als hij nou nog 2 keer wint, is hij ook procentueel boven die 2 uitgestegen. Dat is dus weer een nieuw record. Dan hebben we weer een nieuw record te pakken. Dus dan dat blijft gewoon schrijven. Hè? Hij bleef dit weekend, had hij wel tegen Sky Sports gezegd van jongens, jullie zitten even dit weekend in de boycott. Ja, en dan hink ik altijd op 2 gedachten. Hè? Moet je dat doen? Waarom was hij zo rigide daarin dit weekend? Dat jij je nou, niet even dat liet? Ze daar eigenlijk nog steeds. Er is daar vooral 1 iemand die daar nogal belangrijk is, die heel veel tijd airtime krijgt ook, die eigenlijk vanaf Abu Dhabi vorig jaar zich iedere keer verspreekt van ja, Hamilton is 7-voudig wereldkampioen. En Max Verstappen noemen ze eigenlijk nooit bij naam. Hè, dan is het die jongen, hij heeft de snelste auto. Altijd negatief. En nu met het hele budgetcap verhaal nog negatiever. Dat ze eigenlijk gezegd hebben van weet je wat, we doen lekker een weekend niks. En ja, nogmaals, de vraag is, moet je het doen? Maar ik vind het ook wel goed dat ze uiteindelijk een statement maken. Wat mij ook opviel gisteravond. Is 1 race, hè? Want het is volgend jaar. Ja, en precies, ze zeggen ook alleen maar dit weekend. Ja. En wat heeft Sky Sports daarop gereageerd eigenlijk? En gezegd wat ze daarvan vonden? Nou, het leukste is dat ze niet alleen Sky Engeland, maar ook gewoon Sky Duitsland en Italië. Ja, dus alles wat Sky was, zat in de boycott. Ja. En ik denk dat ze hebben daar officieel niet op gereageerd. Ik hoorde gisteren bij Hamilton, want ze werden natuurlijk geïnterviewd na de afloop van de race. En bij Hamilton hoorde je ook heel duidelijk zo'n boegeroep van alle supporters. Dat was zo. Ik vind dat heel flauw. Ja. Want dat moet niet. Hè, je moet in Engeland Max niet uitjouwen. Hier wordt Hamilton ook niet uitgejouwd in Nederland. Dat is iets van de laatste tijd. Dat zijn de Netflix-kijkers, zeg maar, die de Formule 1 ontdekt hebben. Ja, en dan krijg je dit soort mensen en dan krijg je boegroep. En het hoort niet bij de sport. Niet bij deze sport ook, hè? Nee, ik hoop dat het wel een klein beetje. Ik denk dan, ja, maar dat is natuurlijk allemaal, dat was vol met Red Bull-fans ook, hè, vanwege Perez. Ik denk, zou het dan helpen als zij even een biertje zouden drinken online met elkaar en doen alsof ze wel Het mooie was dat Perez, die stond daar midden op dat terrein van jongens, niet doen, niet doen. En toen werd het wel minder, dus dat is dan ook alweer mooi. Ja. Dan luisteren ze ook alweer. Maar Allard, is hij nou het grootste talent ooit? Max. Uh-huh. Ja, en Max, ik heb laatst, daar krijg ik de hele wereld weer over mee. Oh, dat heb ik hier gezegd, hè. Max is de redding van de Formule 1, maar dat meen ik echt, want als je ziet ook, Max spreekt namelijk een hele jonge generatie aan. He, je hebt Max en dan heb je ook Norris in zijn kielzog en nog een aantal van die jonge jongens. He, dat is de Instagram-generatie. Ja, die nemen een hele nieuwe generatie fans mee naar de Formule 1. En Max is gewoon ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ik ben ook fan geworden. Jij bent ook fan, Ik had nog nooit gekeken. Ah, jij bent zich nu ook Ik had nog nooit gekeken en mijn broer zei, kom, kijk even mee. En ik had echt zoiets van, wat is het geweldig. En nu kijk jij. Ja. Wat grappig. Is het leuk? Is het jouw eerste seizoen dat je bent aangehaakt? Of was het vorig seizoen al? Mijn eerste seizoen? Wauw. Vind je dat? Je bent een wereldkampioen. Nou. Maar joh, kijk hoe uniek het is. We hebben Nederland, we zijn overvol, hè, met 18 miljoen mensen. Ja. Er wonen ook 18 miljoen mensen in Mexico City. Alleen in Mexico City. En die komen met Sergio Perez. Terwijl je toch zou denken, als je zoveel mensen hebt, dan moet er toch één te vinden zijn. Maar ja, Max is echt uniek. Uitzonderlijk talent. Ja. Dan is nu tijd voor de sportheld van het afgelopen weekend. We hebben inmiddels al een mooie eer.